Vandaag gaan we maken een chocolademalleu. Daarvoor hebben we nodig suiker, bloem, boter, chocola en eieren en eidooiers. Nou, als eerste gaan we de boter smelten samen met de chocolade. En dat doen we au bain-marie. We mengen de boter met de chocola. We zetten hem op een pan. Als volgende hebben we nodig de suiker, de eieren en de eidooiers. Wat belangrijk is, is dat de suiker goed oplost in het mengsel van ei. En ondertussen hou je dan ook het mengsel van de chocola en de boter in de gaten, zodat die niet te warm wordt. Aan het mengsel van de eieren en de suiker voegen we de bloem toe. We mengen het mengsel even goed door elkaar. Dan nemen we de spuitzak en plaatsen het beslag daarin. Deze rollen we op en sluiten we af. En dan plaatsen we hem in de chiller. Dit is heel belangrijk, zodat het beslag goed kan opstijven voor later verder gebruik. Ondertussen gaan wij de vormpjes invetten met een klein beetje boter. Knip er een stukje van de puntzak af. En we spuiten de vormpjes vol met het beslag. Wat wij nu gaan doen is uiteindelijk afbakken in de oven. Het mooie van dit is, dit kun je als van tevoren als mise en place klaarzetten. En op uitvraag 8 minuutjes op 190 graden afbakken. De oven geeft aan dat de 8 minuutjes voorbij zijn. En het chocoladedessert is klaar. Nou is altijd de vraag, hoe perfect is die van binnen? Dus laten we kijken. Loopt perfect uit. Nou, en uiteraard serveren we het lekker met een bolletje vanilleijs, een beetje slagroom en een klein beetje rode besjes. Een klein beetje mangosaus voor de smaak en de kleur. En zo heb je binnen 8 minuutjes een vers chocoladetaartje.